Op vrijdag 13 november was de Nationale Dag tegen inbrekers. Eén dag niet. Op deze dag proberen wijkagenten plus gemeentes samen met buurtpreventieteams de inbrekers een halt toe te roepen. Star liep een ronde mee en maakte de volgende reportage. Vandaag één dag niet. We zijn in Ophoven. We lopen met het buurtpreventieteam mee. Wat kunnen we verwachten? Wij gaan hopen dat de buurt gaat reageren. We willen laten zien aan de buurt dat we rondlopen, actief zijn en willen proberen dus de buurt erop gaan te attenderen waar de gevaren op de loer kunnen liggen qua inbreken, etc. En we willen natuurlijk ook aan de omgeving laten zien, voornamelijk de inbrekers, van hey, wij lopen hier rond en bedenk je maar een keer. Dus ja, ik woon daar ook, dus ik zou het ook wel graag willen dat daar een veilige omgeving gecreëerd wordt. En dat doen we met z'n allen, dus ja, we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. En op deze manier draag ik mijn steentje bij. Nou wordt er dus vandaag in deze buurt preventief gewerkt om de inbrekers een halt toe te roepen. Zou het niet eigenlijk iedere dag één dag niet moeten zijn? Eigenlijk wel, maar begin daar eens aan. Inbrekers moeten de keuze maken om niet te gaan inbreken. En dat zijn onze spullen en daar moeten inbrekers van afblijven en het respect tonen naar onze materialen. Waar gaan we vanavond speciaal op letten? Openstaande ramen, containerbakken die ergens voor staan waarop geklommen kan worden. Mensen die weg zijn, waar gewoon duidelijk zichtbaar is dat ze niet aanwezig zijn. Laat een lampje branden als je afwezig bent. Dat geeft al meer de indruk dat je misschien thuis kunt zijn. Noem maar op. Je kunt zo niet eigenlijk meteen zeggen van daar letten we op. Het is gewoon iedere situatie is afhankelijk. Wat zie je? En dan hetgene wat je ziet kun je bepalen is dit aantrekkelijk voor een inbreker, te ja of te nee. De gelegenheid weghalen om de inbreker het gemakkelijk te maken. Ja, tuinhuisje, is dat open of dicht? Laat je je inboedel al gelijk zien? Ja, dat is een uitnodiging voor een inbreker, dat wil je niet hebben. Dus we gaan mensen daarop attenderen door een voetje achter te laten als ze zo'n situatie zien. We gaan niet in de tuinen. We gaan ook niet bij mensen in het leefgebied zelf van hun. Dat mogen we niet natuurlijk, maar we kunnen wel signaleren. Ja. Wat wilde je de kijkers nog meegeven? Join de buurtpreventie. Ga voor je eigen buurt. Zorg dat het een veilige omgeving wordt. En dat kan alleen maar door je eigen inzet. Niet alleen praten en commentaar geven, maar kom erbij en voer het mee uit. Two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high and watch a tube. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo, El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run. Go on, take 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 the money and run. Billy Mac is a detective down in Texas. He knows just exactly what the facts is. He ain't gonna let those two escape justice. He makes his living off of the people's taxes. Bobby Sue, whoa, she slipped away. Billy Joe caught up to her the very next day. They got the money, hey, you know they got away. They headed down south. Onneuzel het ook ligt of klein het ook ligt, kan voor ons heel belangrijk zijn. Ja, in de verloop van tijd. Dus het is goed als ze het zei. Van Nee, toezicht. Ramen op de begane grond of bovenin? Nee, maar zijn dat ramen op de begane grond of boven? Eerste verdieping? Hoofdzakelijk boven. En zijn die wel te bereiken via? Die zijn te bereiken, ja, via de beneden. Okay. Wat zou u de kijkers nog mee willen geven?
Ja, dat ze de deuren sluiten en in ieder geval de poorten en in ieder geval de inbrekers geen kans geven om zomaar naar binnen te komen. En ja, wat we ook geconstateerd hebben, zijn dat er verlichtingen uit waren. Maar niet alleen van de mensen de verlichting, maar ook van overheidsverlichtingen. En dat wordt dan doorgegeven en dat hopelijk wordt ze zo snel mogelijk gemaakt. U bent ook actief in een buurtpreventieteam. Wat kunnen jullie mensen meegeven die nog zijn in twijfelen om in een buurtpreventieteam in te stappen? Nou, ik denk dat het een hele goede zaak is voor de buurt. Niet dat er echt gecontroleerd wordt in de zin van de mensen wat ze doen, maar meestal voordat er weinige inbraken zijn, dat de buurt wat schoner wordt en ja, dat het gewoon leefbaarder wordt in de buurt. Dus op zich zou ik zeggen van mensen, meld je aan. En het is nog gezond ook om eens een keer rond te lopen met z'n allen. Dus bij deze, u bent allemaal welkom.